10 Augustus 1890 tot 10 Augustus 2020. Gisteren is het de Sana Budaya 130 jaar Javaanse immigratie in Suriname gevierd. De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, legt ter gelegenheid hiervan elk jaar kransen bij het monument de Sana Budaya, zo ook van het jaar. Volgens Elwin Admodimejo, voorzitter van de VHJI, moet een ieder wennen aan de nieuwe situatie. Hij doelde hiermee op de omstandigheden rondom het COVID-19-virus in Suriname. Admodimejo benadrukt dat de VHJI nog steeds van plan is een documentatiecentrum op te zetten om de Javaanse cultuur intact te houden voor de komende generaties. En omdat wij het belangrijk vinden dat onze rijkdommen, onze verhalen, onze geschiedenis en persoonlijke stories worden vastgelegd, we dat conserveren voor ons en de komende generaties. We vragen u om ons te helpen daarbij, om dit documentatiecentrum te realiseren hier op het terrein van Sonoputoyo, ons cultureel huis. We zullen en blijven een onderdeel van Suriname en met onze positieve instelling, onze positieve bijdrage aan de, helpen aan de opbouw van Suriname. We zijn trots om Surinamer te zijn van Javaanse afkomst. We zijn trots om Hongjawa te mogen zijn. We zijn trots op VHJI. God zij met ons Suriname. Bronto Somohardjo, minister van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordiger van de president, wees erop dat de voorouders van de Javanen offers hebben gebracht voor een beter leven voor hun nageslacht. Hij benadrukte daarom ook dat de jongeren ervoor moeten zorgen dat die offers niet zomaar zijn geweest. Wij Surinamers, wij van Suriname zijn een voorbeeld van een multi-etnische, multireligieuze en multiculturele samenleving. Dit gegeven moeten wij met z'n allen koesteren. Als natie vormen wij één gemeenschap. Het is van belang dat wij in verbondenheid leven met elkaar. Maar wij weten met z'n allen dat dat ook niet vanzelfsprekend komt. Daarom heeft de president in zijn inaugurele reden van 16 juni jongstleden aangegeven dat de speerpunten van beleid van de nieuwe regering zal behoren het voeren van een cultureel beleid tot bevordering van bekendheid en respect voor elke groep in de samenleving. Waarbij de gemeenschappelijke bestemming als natie steeds voorop wordt gesteld. Het gaat hierbij om eenheid in verscheidenheid. In dat kader zullen aan de universiteit bijzondere leerstoelen gevestigd worden. Voor onderzoek naar en vooral het behoud van culturele erfgoed van de bevolkingsgroepen. Bronto Somohardjo, minister van Binnenlandse Zaken. Hij sprak gisteren tijdens de herdenking van 130 jaar Javaanse immigratie in Suriname. In het kader van deze dag zijn er kransen gelegd bij het monument de Sana Budaya.